gratis af te halen, helaas. Zo goed als nieuw, nauwelijks gebruikt. Ja, ja, zeker. Maar het is heel treurig, hè, dat ik heb een opleiding gevolgd en de minister besloot vorig schooljaar dat onbevoegde leraren ook al muziekles konden geven. En jij zegt, dit gaat alle perken te buiten, want ik heb niet voor niks die opleiding gedaan en nu is die opleiding en dat diploma daarmee niks waard? Ja, precies. Als je hier kijkt, er staan volgens mij duizenden mensen die gewoon een HBO of een masterstudie hebben gedaan en daar niet de erkenning voor krijgen. En wat betekent dat voor jou? Want jij bent een bevlogen docent en je hebt die opleiding, maar je zet je die bovenop marktplaats. Wat nu? Ja, ik heb het niet meer nodig, hè, maar ik blijf wel voor de klas staan. Dat is juist het mooie van het beroep. Maar de erkenning is belangrijk. Het lerarentekort, dat is denk ik een probleem. Maar daarnaast is er ook nog een kwalitatief tekort. En dat betekent dat de leraren niet de ruimte hebben voor de professionalisering die er nodig is. En ook die ruimte is juist belangrijk. En daarom staak ik vandaag. Dankjewel. Ik schuif door. Ik ga voor langs. We hebben het over staken, we hebben het over actie voeren. Maar nee, waarom staak jij? Nou, we zien al, tenminste wij als leerkracht op de werkvloer, het gaat al jaren mis. Open deuren problematiek, te grote klassen met te veel zorgleerlingen, vierdaagse schoolweken, werken in units wat net niet werkt, leerpleinen die instorten. Het loopt niet, het werkt niet en dat zien we op de werkvloer. En we zeggen het al heel vaak, maar het lukt niet meer. Wat is open deuren politiek? Nou, ik bedoel, je staat in twee klassen met een tussendeur. En dan sta je als leerkracht tussen en dan zit je 30 leerlingen daar en 30 leerlingen daar. En dan zeg je, jongens, werken. Jongens, stil zijn. En dat heeft niks meer met les meer even te maken, Dom. Je hebt wel de uitstraling waar kinderen naar luisteren, denk ik. Soms. Soms. Dan verder we. Dankjewel. Wendy. Wij praten over actie. Wij praten over een reden van actie. Dat lijkt me duidelijk.